Ik ben Romy Meulen en ik werk en ik ben ook deel-eigenaar van Meulen Dahlia Kwekerij. Ik doe dat samen met mijn vader Matthijs en mijn broer Jeffrey. We zijn vandaag aan het planten hier in Vijfhuizen. Het is een lekker groot stuk hier, dus we zijn ook aardig lang onderweg. We planten ongeveer 320-340 meter per uur. We planten er ongeveer tussen de 135.000 en 138.000 op een dag. Mijn opa heeft het rond 1972 gestart. En later is mijn vader erbij gekomen. En sinds 3 jaar zit mijn broer Jeffrey erin. En sinds 2 jaar zit ik er ook in. Dus nu leiden we het met z'n drieën. Het bedrijf is gevestigd in Zwaanshoek. En daar zitten we nu 2 jaar. We zaten eerst in Voorhout, maar dat werd gewoon te klein. Dus zijn we naar een grote pand verhuisd. Daar zit ook het land rondom. Het zit ook in Zwaanshoek. Dus dat is ideaal, dus dat is lekker dichtbij. We hebben circa 60 hectare, waarvan een deel is stekdahlia's en een deel is zaaddahlia's. En dit verwerken wij ook zelf. En dat wordt ook weer deel in de inpakkerij gebruikt, wat wij in de zomer en de winter doen. En dan doen wij loonverpakken voor andere bedrijven. Hierbij pakken we allerlei soorten bollen, maar ook dahlia's. Eigenlijk heel veel ook planten verpakken we allemaal en dat verwerken we allemaal. En dat gaat dan ook weer terug naar de klant toe, dus eigenlijk gewoon loonverpakking. Dahlia's zijn eigenlijk allemaal gewoon op zandgrond. En dat is verdeeld over verschillende plekken. Van Lisse tot aan de kop van Noord-Holland, zeg maar. We hebben allerlei verschillende percelen. Wel allemaal gelukkig wat grotere percelen, dus dat is ideaal. Ook wat kleinere. En je hebt heel veel verschillende soorten dahlia's. Echt heel veel. Maar we hebben er eigenlijk ongeveer 40 à 45 soorten. En daar hebben we ook grote hoeveelheden in. En een heel deel gaat allemaal naar Duitsland, maar ook heel veel naar Amerika. Maar eigenlijk gaat het gewoon door heel Europa, Engeland. Eigenlijk gaat het overal gaat het heen. We planten hier met 2 trekkers hierachter. Dat zijn plantkarren. We planten zittend. En voorop zit een vrees die haalt verse grond naar boven. Daarna dan wordt het aangedrukt door een rol. Er zitten er 4 schijven op. Die maken een soort sleuf in de grond. En dan maken ze ook streepjes, zodat je kan zien waar je ze moet planten. Dan planten de mensen ze erin. En aan de achterkant worden ze nog licht aangedrukt door de wieltjes. En ik loop er dan bijvoorbeeld achteraan als ze bijvoorbeeld eentje gemist hebben. Of om andere dingen. Of als het niet goed gaat, dat ik het allemaal in de gaten kan houden. En ze rijden allebei, kunnen ze gewoon zelfstandig rijden. Ze rijden allebei op GPS. Er wordt ook geregistreerd en dan kan ik gelijk dezelfde dag ook alles doorgeven. Of de dag daarna. In de plantkarren hangt ook een soort kast. Hiermee kunnen ze zelfstandige trekker stopzetten, GPS erop zetten. Dus dat is ook ideaal. Tiltregistratie gebruiken we eigenlijk om gewoon precies de getallen te zien. En het is ideaal dat het op satellieten gaat, dus de meters die kloppen ook eigenlijk altijd. Hierbij kunnen we snel de getallen zien en wat we gedaan hebben. En weet je ook precies wat voor soorten er op welk stukje staan. Dit gebruiken we ook weer met rooien, zodat er bijvoorbeeld een stok weg is, zodat ik precies kan zien waar de wisseling zit. Want het geeft allemaal kleurtjes aan. Als ik dan bijvoorbeeld de lijst upload vanaf tiltregistratie, dan krijg ik gewoon een hele overzichtelijke Excel-lijst. En hier is aan de soorten, hoeveel meter ik gedaan heb, de vierkante meters en hoeveel bed ik heb gedaan. En je kan ook gelijk de Google Maps foto vanaf boven, vult hij alle kleurtjes in. Dus je kan precies zien waar alles staat en hoeveel hectare je hebt gedaan. Dat kan je ook allemaal zien. Wij beginnen met het planten en het zaaien van de dahlia's. Dit loopt vaak tot en met juni. En dan rooien ze weer rond oktober, november. En in de tussentijd doen we dat inpakken, loon inpakken. Dit is vaak augustus tot de eerste week september. Soms iets langer, soms iets korter. En als de dahlia's gerooid zijn in oktober en november, verwerken we ze zelf. Dat gebeurt gewoon bij onszelf in de schuur. Dan komen ze in de kubekisten binnen. Dan worden ze in een bunker gestort. En dan zoeken
halen ze de mensen, halen ze uit elkaar. En die gooien ze in de telmachines, die wegen ze. En dan vervolgens brengen we het naar de exportbedrijven of de bedrijven die het gekocht hebben. Januari begint ook weer het inpakseizoen. Dat is voor de winter. En dan verwerken we voornamelijk de dahlia's die we ook zelf gerooid hebben. Maar ook van andere klanten, die leveren ook gewoon de spullen aan. En dat pakken wij ook in met inpakmachines. Dat loopt vaak door tot begin maart. En dan hebben we even een rustige periode. En dan begint eigenlijk in mei weer het planten en het zaaien begint weer opnieuw. Wat ik leuk vind aan het werk is, je bent met planten ben je gewoon lekker de hele dag buiten. Met regen is het wat minder, maar dat komen we zeg maar overheen. Want de ene keer ben ik weer met de trekker op pad of met de vrachtwagen. Dat maakt het wel heel erg leuk, vooral de variatie erin. Ja, je doet het samen en dat maakt het ook weer heel leuk. Klein clubje en dan die uitzendkrachten erbij. En dat gaat eigenlijk heel erg goed. Uiteindelijk is het de bedoeling dat mijn broer Jeffrey en ik het gaan overnemen. Nee, een kantoorbaan, dat is niks. Misschien één dag, maar langer niet.